In het Juliada Kinderziekenhuis doen we er alles aan om stress, angst en pijn zoveel mogelijk te voorkomen. Positieve, helpende taal en afleidingstechnieken zijn daarbij heel belangrijk. We noemen dit focustaal. Alle medewerkers van het JKZ leren tijdens een eendaagse training hoe ze focustaal toe kunnen passen. Focustaal is een soort ondersteunende, helpende taal. En dat doe je eigenlijk om de focus te verplaatsen van de ingreep, wat veel pijn en stress kan teweeg brengen bij kinderen en hun ouders, naar iets anders, naar iets wat leukers is, maar in ieder geval weg van de ingreep. Dus in plaats van te zeggen, kijk maar naar de prik en 1, 2, 3, daar komt hij, dat je met kind in gesprek gaat, een verhaaltje gaat vertellen, of die gaat naar een video kijken, of die leidt je af met bellen blazen of iets anders. En dat hoort eigenlijk allemaal onder de focustaal. Er is zeker een rol voor de ouders weggelegd, die een belangrijke rol spelen met de interactie met een kind tijdens een ingreep. Ook zij kunnen bepalend zijn met wat ze zeggen tegen hun kind, hoe zenuwachtig of hoe angstig een kind wordt. Dus er zijn een hele mooie handleiding voor ouders die vooraf kunnen doornemen wat ze beter wel en niet kunnen zeggen. En hoe ze kinderen wel of niet gerust kunnen stellen. Dat is dus niet alleen voor het kind heel fijn, maar ook voor de ouder zelf. Wil je weten hoe je als ouder stress en angst bij je kind kan voorkomen? Bekijk dan de handleiding Helpend taalgebruik op julianakinderziekenhuis.nl/focustaal.